is dit jaar gevaarlijk? De poepkiller is terug. Poepkiller 8! De poepmoordenaar slaat nu midden in Kerstmis toe. Probeer te voorkomen dat de poep in je mond blijft steken. Ik weet niet echt wat ik hiervan moet vinden. Willen jullie vaker poepkiller? Druk op het duimpje omhoog. Abonneer en schijt in de Kerstmis. What? Het is koud. Ik kan beter naar binnen. Is dit de videotheek van de allereerste game? Ik ben bang. Waar is die verdomde poepkiller? Loop gewoon naar binnen. Doe de deur open. Ik heb geen flauw idee wat hier de bedoeling van is. Maar dat sfeertje. Ik hou van kerst, jongens. Fijne feestdagen, iedereen. Hallo, is er iemand? Hallo. Nou, blijkbaar moet ik op de bel klikken. Komt er nu iemand naar me toe? Ik heb geen flauw idee. Oh, nu komt er wel iemand. Dat duurde lang, joh. Jij bent waarschijnlijk de nieuwe werknemer. Oh my god, we gaan in een videotheek werken. Ja, hoe weet je dat? We dragen dezelfde uniform. Daar heeft hij een punt, jongen. Kun je me helpen voordat ik ga werken? Want ik heb geen flauw idee wat ik moet doen. De klanten helpen en de opdrachten doen die de baas heeft opgeschreven op de tafel. George, vertrouw je me? Please. Ik heb nog één vraag. Als het maar niet de poepkiller vraag is. Oh my god. Is de legende van de poepkiller echt? Ik bedoel, heeft hij echt hier een persoon vermoord? Ik werk hier voor 2 maanden, bro. Maar het is waar. Na dat gebeuren is het verboden om te poepen op de toilet. De baas heeft zelfs een alarm geïnstalleerd. Die weet wanneer iemand poept. Jij kan het. Je moet gewoon niemand het toilet laten gebruiken. Het gaat een hel worden. Nou, Josh, wens mij succes. Doe je vriendin de groeten. Wens haar een fijne kerst. Jij kan dat. We hebben onze allereerste klant trouwens al. Daar is hij. Welkom bij je eerste werkdag. Goed dat je akkoord bent gegaan met het werk op Kerstmis. Ja, ik moet geld verdienen, hè. Maar je moet een aantal opdrachten doen. Haal de vuilnis uit de kelder. Plaats de teruggebrachte videobanden terug op de shelf. Ik kan dat. En we moeten muizenvallen plaatsen, want we hebben een probleem met ratten. Niemand mag de badkamer gebruiken. En als iemand het probeert, gebruik de shotgun. Oh my god. Gebruik de shotgun. Dus we hebben hier onze allereerste klant. Oké, een videoband. Hij wil de videoband deer. Dit gaat goed komen. Oh, hier ligt gewoon een shotgun. Fijne Kerstmis. Heb je deze film gezien? Fijne Kerstmis, meneer. Ik heb nooit de film gezien. Het spijt me. Nou, dat was onze allereerste klant. We hebben hier meteen geld. Die plaatsen we eventjes hierin. Zullen we onze allereerste taak doen? Dat is ook wel de vuilnis even opruimen. Dan moeten wij even naar beneden lopen. Hier is namelijk de kelder. Waar ligt de vuilnis nou weer dan? Oh, we hebben ook weer een nieuwe klant. Maar ik wil eerst weten waar de vuilnis is. Hallo? Nou, daar is hij hoor. Vrolijk kerstfeest, meneer. Ik heb je hulp nodig. Je mag hier niet poepen, meneer. Hoe kan ik je helpen? Ik ben al uren aan het reizen met mijn auto. Maar ik moet heel nodig plassen. Mag ik gebruik maken van je toilet? Ik vertrouw je, maar alsjeblieft niet poepen. Okay? Hij mag poepen voor mij. Waarom laat jij poepies? Waarom laat jij... Hij liet poepies! Oh my god! Stop de poep! Oké. Ik waarschuwde je. Kan ik de shotgun weer terugplaatsen? Het lijkt erop van niet. Ik heb geen flauw idee waar ik je kan dumpen. Kunnen we hem niet in de prullenbak gooien of zo? Oké, nu kunnen we opruimen. Laten we hier het bloed even opruimen dan maar. Vrolijk Kerstmis! Er was gewoon 1 regel. Niet poepen. En wat doen ze? Alles is dus schoon. Oh, hier ligt gewoon vuilnis. Ja, maar dat is zo donker. Ik zie dat niet. Nou, dat is onze allereerste opdracht. Welkom! Step! Oh, dat is een goede film, man. Ik wil deze tape huren. Hoeveel kost het? Vrolijk kerstfeest! Dat kost 5 euro per week. Kijk, nog geld. Goed zo. En deze stoppen we hierin. Nu is het tijd om de films terug te brengen. Oké, deze moet bij comedy. Waar is comedy? Deze plaatsen wij hier. Nou, tijd voor de volgende. Die plaatsen we dan even hier neer. Dan hebben we nog eentje te gaan en dat is... Hallo. Dan is deze taak nu ook gedaan. Dan moeten wij straks nog alleen even wat muizenvalletjes. En dan hebben we alles gedaan. Komt de volgende klant al aan. Hallo, meneer. Wat voor film hebben we hier? Poepkiller 7. Hey, dat is een classic. Fijne Kerstmis, meneer. Deze film is fantastisch. Ik vroeg jou helemaal niks. Ga je me nu vertellen hoe deze film gaat? Doe normaal. Sorry. Ik bedoelde niet vervelend te zijn. Hier is je geld. Oké, chagrijn. Idioot, ik probeerde gewoon vriendelijk te zijn. Is het nu tijd om eventjes wat muizenvallen te plaatsen? Plaatsen hier een. We plaatsen hier eentje. Moeten we nog ergens eentje plaatsen? Misschien in de keuken? Oeh, hier. We lopen maar gewoon weer naar boven. Er komt vast alweer een nieuwe klant aan. Oh god. Waarom zit jij onder het poep? Ah, nee! We moeten klantvriendelijk blijven. Vrolijk kerstfeest. Waar is die andere persoon die hier werkte? Hij is al weg. Ik ben nu de enige met de nachtdienst. Oh. Kan ik gebruik maken van het toilet? Nee! Geen probleem. Ik was mijn handen. Sorry, de badkamer is alleen voor werknemers. Zal je spijt krijgen? Poepkiller! Zou je vanavond te pakken krijgen? Oh nee. Ga weg of ik schiet je! Kan ik...
Waarom laat jij poepies? Waarom kijk jij mij zo creepy aan? Ik raak je oncomfortabel van. Please. Waarom? Oh, wat ben jij aan het doen? Hé! Hey, hij is aan de poep op de grond! Hé, hey, kom even hier! Kom even hier! Hé! Hey. Hé, hey, kom hier! Je remt me weg! Idioot! Oh my god! Ah, oh, nee! Nu moet ik dat opruimen! Waarmee kan ik dat opruimen? Ik ga dit niet... Nee, de poepkiller! Fijne kerstmis, Alex! Ik heb een cadeautje voor je! Oh, nee! Nee! Richt in mijn gezicht weer, hè? Ben ik dood? Zeg alsjeblieft dat ik nog leef. Oh, de oogjes zijn open! Oh, er zit nog steeds poep in mijn neus. Ik moet alles opruimen voordat hij terugkomt. Oké, hoe gaan we de poep opruimen? Volgens mij, ik zag hier een scherp. Laten we dit in de prullenbak gooien. Hatsenflas! Nou, we did it, iedereen! Poepkillen! Je zult spijt krijgen. Dit is schoon. Alles is weer netjes hier, ook. Zijn alle deuren nog dicht? Deze is dicht. Die daar is dicht. Komt er nog iets van een klant? Oh, er is iemand vermoord? Wat de hel? Is dat een poekende schooier? Je krijgt wat je verdient. Kan ik zijn lichaam niet opruimen? Want ik wil hier geen lijken. Nee, dat kan niet. Stom. Oeh, er is weer een klant. Hé, hey, dat is Billy. Welkom. Hé, hey, Billy. Hoe gaat het met je broeder? Het is een jaar geleden dat wij elkaar hebben ontmoet. Hé, hey, bro. Wat dacht je om wat wiet te roken? Oké, okay, maar ik kan dit niet lang nemen. Ik moet klanten serveren. Relax, man. We hebben maar 10 minuten nodig. 3 uur later. Zijn we nou gewoon knetterstoot aan het worden? Kijk hoe rood mijn ogen. Ik ben heel erg high, maar ik moet door blijven werken. Oh my god, alles is in één keer groen geworden. Oh nee, de politie is er. Oh shit. Ik ben niet stoned hoor. Waarom wil jij ook een 18-plus film? Hé, hey man, je ziet er niet goed uit. Hé, hey, ik ben oké, politieagent. Ik zweer. Ik rook geen wiet. Je ogen zijn rood in die geur. Als ik jou betrap op het roken van wiet. Ik zweer, ik arresteer je. In één keer ben ik niet meer high. Shit, ik was bijna gearresteerd. Hallo? Wie zat hier een poepie te laten? Billy is dood! Nee! Wat de hel, bro? Wie gaat me nu wiet verkopen? Ga ik me daar druk om maken? Hij is buiten, hè? Oh, de deur is dicht. Die is op slot. Oh, nee. Oh, nee. De badkamer zit onder de poep. Nee! Alles zit onder de poep, trouwens. Oh, nee. Hé, de shotgun is weg. Ah, maat. Zal ik hem ook ontslagen, maat? Is hij beneden? Het lijkt erop van niet. Oh, poepie man. Oké, okay, daar is de poepkiller. Snel naar binnen. Snel naar binnen. Snel naar binnen. Oké, okay, doe de deur dicht. Hij zit nog steeds achter me aan. Oké, okay, wat gaat er nu gebeuren? Toch niet weer een slaboosje krijgen, hè? Je kunt niet van me ontsnappen, Alex. We kunnen een aantal dingen doen. Summon Ash van The Evil Dead. Leuke film. Gebruik de power van marijuana of summon de shitty bagger. Ik wil de shitty bagger weer zien. We gaan dat gewoon doen. Oh god, wat gebeurt er? Waarom zie ik een... Wat de hel? Wat gebeurt hier, joh? Ik heb werkelijk maar geen flauw idee. Oh, er komen nu 4 poepjes terug. Oh. Is de poepkiller nu dood? Ik hoop het. What the fuck is dit? Wat is dit? Ik ben zo in de war. Wat? Oh my god! Is iedereen nu dood? Ben ik dood? Dan ben ik daar. Voor mij ben ik dood. De bagger heeft nog een poepje in zijn kontje. Zo te zien is de poepkiller ook dood. Iedereen is dood! Oh, hij leeft nog! Oh, dit was oprecht het einde. Dit was Poepkiller 8. Ik wil jullie allemaal fijne feestdagen wensen. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Voel voortaan door, want anders komt de Poepkiller.